Kevin Dix is erg geraakt door het plotselinge overlijden van Davide Astori. De jonge verdediger wordt door Fiorentina verhuurd aan Feyenoord. Dix staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij La Viola. De Apeldoorner kreeg net als de hele voetbalwereld afgelopen weekend verschrikkelijk nieuws te horen over Astori. Ik heb het er heel moeilijk mee. Hij heeft mij heel goed ontvangen toen ik daar kwam. Ik ben ook naar de kermis in Florence geweest. De aanvoerder van Fiorentina, slechts 31 jaar mocht worden, is donderdag begraven. Ik heb er geen woorden voor, ik was in shock toen ik het hoorde. Ik heb meteen teamgenoten gebeld, ik dacht eerst dat het nepnieuws was, maar zo mocht het niet wezen, vertelt Dix aan Fox Sports. Ik mocht met het team mee, zegt hij over de kermis van donderdag. We hebben een NST van 2 uur gehad en afscheid kunnen nemen van Davide, ik heb het goed kunnen afsluiten, ik heb het een plekje gegeven. Ik vond dat ik erheen moest. Ik probeer te rouwen op mijn manier. Feyenoord speelt zondag een thuiswedstrijd tegen AZ en Dix laat weten dat hij gewoon in actie kan komen. Niet staat een goede prestatie tegen AZ in de weg, dat zou Davide niet willen.